Zelfs als je daar objectief naar kijkt. En dan is het Allen volgens mij die weer gaat gooien. Wat op zich tegen de koploper in de Eredivisie een 1-1 stand op het bord hebben is natuurlijk een prima prestatie. Alhoewel je natuurlijk hoopt dat er 3 puntjes hier in Breda blijven. Maar ja, wat is reëel? Als je de wedstrijd verloopt kijkt, zie je dat AZ inderdaad, zoals dat net al aangaf, de betere ploeg is. En je op dit moment gewoon blij mag zijn met die 1-1. Alleen jammer dat je het enige tegendoelpunt zo knullig weggeeft, zo vlak voor de rust. Zien we uiteindelijk dat er nu een rode kaart getrokken wordt tegen Gillissen. Er wordt een overtreding gemaakt op Maher, denk ik dat het is, als ik het van hieruit goed kan zien. Gillissen die nogmaals in de 87e minuut van deze wedstrijd een gele kaart pakt. En er een, nou het is geen blessurebehandeling nodig. We zien uiteindelijk dat Elm zijn arts op de pal heeft gezet. En scheidsrechter Makkeli dus inderdaad ervoor gekozen heeft om toch in ieder geval 1 keer geel te trekken in het nadeel van NAC. En de vrije trap staat voor Elm. En ja, het leek alsof Makkeli zijn gele kaart, zijn rode kaart thuis had gelaten. Maar hij had ze toch in zijn borstzak zitten. Elm met een voortzetting. De bal gekopt en Gillis kan die bal wegruimen. En is het Bayram in balbezit. Die controleert de bal niet helemaal, waardoor Rijnen, ja, niet Rijnen, die bal kan opzusselen. En dan is het Paulsen die Maher aanspeelt. Ook die is niet meer af van fris. Maar beide ploegen hebben in ieder geval gewisseld. Nou, AZ zou nog een keer kunnen wisselen. Maar NAC in ieder geval niet. En daardoor moet Bonifacia, die dus ook licht aangeslagen was, na die actie gewoon door, want NAC heeft al 3 keer gewisseld. Bottegien weer prima ingrijpt. Schilder in balbezit, speelt er al iets te ver voor zich uit, waardoor Elm in balbezit kan komen. Maar als NAC hier de 1-1 kan vasthouden, dan mogen we toch niet mopperen. Dan mogen we toch wel spreken van een goede prestatie van de Bredanaars. Bayram in balbezit, Gillissen. Nou ja, waarom niet nog even de aanval gezocht? Met nog 1,5 minuut op de klok. Bottegien, maar Pleurling. Nou, NAC kiest voor veiligheid. Want ook Leurling paast die bal terug op Terauwelaar. Ja, je ziet het. Bottegien die wilde die bal in die voet hebben. Leurling kiest ervoor om terug te spelen op Terauwelaar. Laat duidelijk aan zijn handbeweging zien van jongens, rustig aan. Staat gewoon in 1-1 op het bord. Laten we kijken wat we kunnen doen. En nu Bonifacia met de bal aan de voet over de middellijn heen. Aan de rechterkant van het veld. Zal hij de diepte inspelen in de richting van Schalk. Dat gebeurt. In het 16 meter gebied aan de rechterkant komt die bal voor. Ah, voorzitter, de bal bij de eerste paal wegwerkt. En Mack die een corner krijgt. De tweede corner van NAC, als ik goed geteld heb in deze hele wedstrijd, allebei in de tweede helft. En zien we dus met nog 1 minuut officiële speeltijd dat die bal aan de rechterkant van het veld genomen mag worden. Ja, dan kun je toch zien dat Schalk een echte spits is. Hè? Want je denkt dat je vol gaat zetten, maar volgens mij schopte je hem bewust op het doel. En dat is toch heel doelgericht. Wil je toch dat doel zoeken. En dat is een echte spits. Natuurlijk wel te dikke nog eens achter gaat staan. U krijgt dat thuis ongetwijfeld mee. Schilder met de corner. Wordt de verlengd. Ja! Want AZ gaat natuurlijk met volle bak er tegenaan. Kijk, dat NAC hier in ieder geval een punt over zou houden. Dat is één ding wat zeker is. Maar vervolgens is voordeel van NAC inderdaad goed gezien. Zonneveld aan de linkerkant speelt Schalk in. Of wordt getorpedeerd door zijn directe tegenstander. Daar mag je gewoon een gele kaart nog even scheidsrechter van Makkeli. Maar hij wil blijkbaar alleen gele kaart te geven in het voordeel van NAC. En of in het nadeel van NAC zou ik bijna willen zeggen. Is het ook nog eens een keer geen overtreding, maar een ingooi voor Zonneveld een meter of 7 over de middellijn. Ja, het stadion kolkt, het publiek kan op de parken staan, zijn meteen warm geworden door die treffer van Koenders.
En ja, wat is dat een opsteker voor de ploeg uit Breda. Als ze hier de koploper zou kunnen kloppen. En Leerling gaat die ingooien in. En gaat volgens mij zijn handjes omhoog staan. Want het publiek gaat achter ons staan. Hou ons overeind. Nou, Babel zit nu wel schuldig aan de rechterkant. Loopt de bal zelf over de achterlijn. Nee, corner. Is toch nog aangeraakt door een AZ-speler. Ook Schalk die hier naar de grensheid en zo. Het is mooi om te zien. Knal van 19 die in heel stadion op de been, op de bankje krijgt en aan het scheren, Sander. Ja, inderdaad. En de corner, die de derde corner die genomen mag worden. Leuning vanaf de linkerkant van het veld. Zal kijken of hij die bal kort gaat nemen. Zien we uiteindelijk dat de scheidsrechter er naartoe loopt. Leuning met de bal aan de voet, kort genomen. Via de voeten van de nummer 15. En dat kan ik zo snel even niet zien. Paulsen gaat die bal over de zijlijn heen. Zodat de bal ingegooid mag worden door Leuning. Ingespeeld in de richting van Schilder. Toch weer een belangrijke man hoor, in het elftal van NAC. Vervolgens herovert hij de bal. Is het Bonifacio die tussen twee man door. Het is 16 meter in de lucht. Waar scoort bijna nog? Wat een middag hier in het Radverlegstadion. NAC de mindere ploeg. Laten we dat heel duidelijk zeggen. Maar het is uiteindelijk zo dat NAC Breda gewoon door inzet en door alles op de kant te zetten. Tegen ingaan, inzet. Ervoor zorgt dat hier op dit moment nog steeds de 2-1 voorsprong van NAC op het scorebord staat. Laten we daar naar voren. Koenders die de bal uiteindelijk kan overhalen. Komt die bal bij Paulsen. Paulsen, laten we daar naar voren. Komt die bal uiteindelijk aan de linkerkant. Bij inval wat doet Moesem. Wordt die bal voorgegeven. Kan die weggewerkt worden? Is het Schilder die de bal over de zijlijn heen speelt? Schilder. En dan is het afgelopen. Het is afgelopen. NAC slaat de koploper. De Hengstmeister. En het gaat gelijk stadion. Het is niet voor niets. Want AZ was toch de bovenliggende partij. Maar niet Marlboro en Breda. We pakken hier gewoon 3 punten. En we komen bij de andere ploegen. Zoals ANO Den Haag. Die op 21 stond en vandaag verliezen. NAC komt op 21 punten. Schrijft 3 punten bij. Op zijn haar konto, zijn konto. Ja, wat is het? Is het mannelijk, vrouwelijk? Zou bij een woord weten. Die 3 punten zijn in Breda gebleven. 2-1. Koenders had de winnende op seizoen. Uit die koren van Schilder. Nadat NAC al voor rust een beetje overdiend op voorsprong kwam door die prachtige treffer. Die stift van Anthony Leuning. En AZ vlak voor rust langs zij kwam via Holmen. Die na rust 2 open kansen kreeg om AZ op voorsprong te schieten. Dat deed hij niet. Waardoor NAC in de wedstrijd blijft. En 5 minuten geleden zei ik nog. Nou, NAC mag blij zijn met deze 1-1. Maar uiteindelijk wordt het toch 2-1. En zien we uiteindelijk dat in het straatje 18-20 had NAC vol aanvang van deze wedstrijd. Komt uiteindelijk naar de 21 toe. Gaat Heracles Almelo voorbij. Uiteindelijk ook ADO Den Haag op 21 punten. Had een doelstelling van min 5. NAC komt daar nu boven. Dus gaat ook ADO Den Haag voorbij. Dus ik denk als ik een beetje goed gerekend heb. Dat NAC op een 9e positie. En dus in het linker rijtje terechtkomt. Vol aanvang van deze wedstrijd. En het is feest, het is feest, het is feest.